Een slechte opvoeding. Problemen. Er zijn allerlei problemen voor jongeren. Bijvoorbeeld, wanneer je een keertje blijft zitten of je zakt voor je examen, heb jij een persoonlijk probleem. Stel, een heleboel jongeren in Nederland gaan van school af of halen geen diploma, dan spreken we van een maatschappelijk probleem. Maar wat zijn nu de oorzaken voor deze problemen? Een van die oorzaken is opvoeding. Een slechte thuissituatie kan bijvoorbeeld een reden zijn voor schoolverlaten. Vaak is er dan thuis niet voorzien in de basisbehoeften, zoals liefde, aandacht van je ouders en geborgenheid. De puberteit. Pubers zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. In de puberteit leer je gedrag ook via identificatie of imitatie. Identificatie is wanneer je je helemaal één voelt met een groep. Dan spreken we dus van identificatie. Imitatie of imiteren is het nadoen van anderen. Je kunt goed en slecht gedrag imiteren. Zo doen kinderen bijvoorbeeld graag hun ouders na. Opvoedingsstijlen. Een opvoedingsstijl is de manier waarop je thuis wordt opgevoed. De autoritaire opvoeding. Deze opvoedingsstijl wordt ook wel de strenge opvoeding genoemd. Je moet alles doen wat je ouders zeggen. Doe je dat niet, dan krijg je vaak straf. Een vrije opvoeding. Bij de vrije opvoeding laten de ouders het kind vrij om zelf veel te ontdekken. Je krijgt vaak weinig straf bij deze opvoeding. De democratische opvoeding. Deze opvoeding is een tussenweg van de eerdere twee. Onderhandelen is erg belangrijk in deze opvoedingsstijl. De democratische opvoeding is de opvoedingsstijl die in Nederland het meest wordt gebruikt. Soms ontsporen jongeren. Dat kan bijvoorbeeld doordat ze de vrijheid van een vrije opvoeding of het strenge van een autoritaire opvoeding niet aankunnen. Ze gaan dan soms op straat hangen, krijg je hangjongeren, wat weer kan leiden tot bijvoorbeeld jonge criminelen.